jaren bij de Rabobank gewerkt, 26 jaar. En ben toen helaas in een zware burn-out terechtgekomen in 2010. En dat was voor mij echt een moment om te gaan herijken. Van, goh, is dit nog wat ik wil? Sietske die komt helemaal vanuit Friesland. En ja, nu was ze hier toch en ik vind het zo leuk om te zien hoe zij bezig is, dat ik haar heb gevraagd voor een interview. We hebben samen net een powerwalk les gedaan, omdat jij trainer bent bij Session. Een opleiding tot vitaliteitscoach ben ik gaan volgen, daarbij een opleiding tot gewichtsconsulent. En ik ben toen in augustus 2015 gestart met mijn eigen praktijk, Soen en Wol. Dat is Fries voor gezond en wel. Ik kom uit Friesland. En daarin begeleid ik mensen die dus hun leven- en eetpatroon willen verbeteren. Powerwalk heb ik nog niet voorbij zien komen. Nee. Ja, misschien het sportief wandelen, wat, ja, dat zou dan... Ja. Ja, maar de echte term powerwalk niet. Nou, het is nu een hele belangrijke tak van mijn activiteiten, kan ik wel zeggen. Want ik heb nu 5 verschillende groepen op dit moment. Dus zo'n 65 deelnemers ga ik in september weer mee van start. Fantastisch. Ja, dat ik het ook gewoon fijn vind om mensen letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen. Het allerbelangrijkste voor alles wat ik doe is dat ik gewoon merk dat ik er zelf gewoon heel veel energie van krijg. En dat is ook mijn, daar doe ik het ook voor.